Arielle! Arielle, je hebt toch wel geregeld dat een helikopter hier overheen vliegt, hè? Ja, hè? Oh ja, serieus? Volgens mij is een regie, hoorde ik. Dat is echt strak in handen. Ja, maar dan nog. Ja, er is wel communicatie geweest. Nice. Er zijn een aantal spots namelijk in Utrecht waar ze speciale dingen hebben gedaan. Ja. En het is wel echt gecommuniceerd. Nice. Ja, maar of ze het ook werkelijk doen, dat is het niet. Ja, gaan we merken, inderdaad. Wauw, deze is mooi. Je ziet het. Oeh. Wauw. Handwerk. Even kijken, zo als we door gaan met de ene kant aan de andere. Zo aan de ene kant aan de andere. Kijk even nog een mooie vin. En op de achtergrond horen we Björn. Björn van Rozen. Geweldige singer-songwriter. Of muzikant. Maakt zijn eigen liedjes. Echt een ster die ontdekt moet worden. Dus wij gaan er hard aan trekken om hem te helpen ontdekken. Als jullie dit horen, dan vertrouw ik erop dat jullie hetzelfde doen. Dit is een opkomende ster, jongens. Björn van Rozen. Maar is het goed zo? Dat betekent dat hij heel hard fietsen kan. Is this a song for you? Nou? Ja, schitterend. Ja, Rowan kan hard fietsen. Yeah, Rowan, you. Hup, Rowan, hup. Hup, Rowan, hup. Het wiel is af, hè? Of de fiets, hè? Ja. Ja. De fiets is af. Hij heeft letterlijk wat voeten in aarde gehad. Had een paar keer een lekker band. Hij is nu tot stilstand gekomen. Na heel, heel lang fietsen. Ja. Ja, hij ziet er mooi uit. Ja, wel. En er is gecommuniceerd om een inderdaad hier overheen te vliegen. Dat schijnt. Ja. Ja. Dus we zenden onze goede gedachten die kant op. We gaan het meemaken.